je zit gewoon te spelen en dan val je gewoon in die dingen of dan kom je weer tegen. En het groeit heel hoog. Het is veel zo. En het is gewoon op een speelveld. Dus ja, vervelend. Het is dit gedeelte, maar het is ook, je hebt daar je klimspeeltwerken. Dus de kans dat daar een kind spelenderwijs van het werktuig of het speeltuig afvalt, is gewoon groot. Ja, daar wil je gewoon niet dat ze dan in je dissels vallen. En ja, het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om dat een keer in een half uurtje of een uurtje mee te nemen. Dat zes van die mensen vrolijk even een uurtje doorheen gaan. Weet je wel? Het is volgens mij een kleine moeite voor de gemeente. Maar ik denk dat je er heel veel dankbaarheid en heel veel speelplezier voor de kinderen en vooral veilig speelplezier voor terugkrijgt. Als we op de boomstammen lopen, dan is dat een beetje jammer. Maar ja, het is niet echt dat we expres doorheen gaan lopen. Vervelend, omdat dan ga ik soms op boomstammen en dan voel ik gewoon die brandnetels bij mijn voeten. Dat heb ik laatst ook al gehad. Dan kriebelen ze en prikken ze ook heel erg. Ik doe er niks aan, want ze mogen voor brandnetels mogen wel leven ook. Nou, Noorderhavenkade is de allerbreedste straat die we in Rotterdam hebben. Dus ook echt een straat waar mensen ook echt heel trots wonen. Heeft meteen een uitdaging dat het tussen twee deelgemeenten in zit. Aan de ene kant heb je Bergpolder en aan de andere kant heb je Blijdorp. En dat park valt dan eigenlijk een beetje in niemands land. En dat heb ik het gevoel dat dat onder andere zichtbaar is inderdaad op die groenvoorziening. We hebben een schitterende speeltuin hier. Daar maken heel veel kinderen dagelijks van gebruik. Zowel de kinderen uit deze wijk als de vier scholen die achter mij staan. En als je dan een speelveld hebt waar kleine 30, 40 vierkante meter vol staat met steekdistels. En als je daar een melding van maakt en het duurt 12 tot 14 weken voordat de gemeente actie onderneemt. Ja, dan denk ik dat het ergens niet goed gaat. En ik zou gewoon heel graag willen dat nou is veranderd. Als ik een melding maak dat mijn stoeptegel scheef ligt, dan een uur later is het opgelost. Hoezo kan het dan niet dat die dissels dan met een paar dagen later weggemoffeld zijn, bij wijze van spreken, letterlijk en figuurlijk. De gemeente is geweest. Ze hebben inderdaad al het lange werk hebben ze eruit gehaald. Maar wat wel heel apart is, het lijkt wel of ze het soort van gemaaid hebben. Het is namelijk niet helemaal weg. En ja, dan ga je natuurlijk met het broeiende geweer gaan wel krijgen dat al dat kleine grut, wat er dus nog steeds in zit, dat gewoon een keer gaat terugkomen. Kijk, speelwerktuig, stekeldistels.